Ik ben Wenner Buts en in het ziekenhuis ben ik verantwoordelijk voor het zorgprogramma aangeboren hartafwijkingen bij jonge volwassenen. Dankzij de vooruitgang in de technologie, interventies, chirurgische ingrepen, is het zo dat heel wat kinderen die met een aangeboren hartafwijking geboren worden, op een efficiënte manier kunnen worden behandeld en op deze wijze de volwassen leeftijd kunnen bereiken. Intussen is deze cohorte gegroeid tot meer dan 7000 patiënten. En het is onze verantwoordelijkheid deze patiënten op een zo efficiënte mogelijk manier te begeleiden. Dit gaat niet alleen over medische zorg, maar ook het nodige advies aangaande zwangerschap, overerving, eventueel problemen met verzekering en zo verder. Dus dat betekent dat we hier in de totaliteit de patiënten trachten te benaderen.